Martin Kokkenier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Ja, als je mocht je afvragen wat is er met hem gebeurd. Ik heb voor het eerst in mijn leven kennis gemaakt met een tondeuze. Lars, als je het ziet, bedankt jongen, was een top tondeuze. Goed, nu verder met het belangrijke. De vorige video heb ik het gehad over voeding en calorieën. Hoeveel je nou daadwerkelijk nodig zou hebben om niet af te vallen, in ieder geval op gewicht te blijven, of om af te vallen. Nu gaan we het erover hebben, oké, hoe zit dat dan met die voeding? Wat moet je nou binnenkrijgen? Nou, voeding bestaat uit verschillende onderdelen natuurlijk. En met name wat belangrijk is om op gewicht te blijven, zijn de macronutriënten. Dat zijn eiwitten, vetten en koolhydraten. En natuurlijk zijn er ook nog micronutriënten, dat zijn de vitamines en mineralen en sporenelementen en natuurlijk vezels en water. Maar waar wij het nu vooral over gaan hebben is over deze dingen. Oké, heb je het over eiwitten, vetten, koolhydraten? He, dat bevat een aantal calorieën, maar hoeveel heb je daar nou voor nodig? Nou, dat kun je uitrekenen. Eiwit heb je nodig zo'n beetje tussen de 1,8 gram tot 2,3 gram per kilogram lichaamsgewicht. Dus, dan moet je weten, oké, hoeveel weeg je? En dan kun je het uitrekenen. Waarom tussen deze waarden, nou tot 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, heb je het nodig voor spieropbouw? Boven de 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht heeft voor het spieropbouw geen significante verbetering. Dus daarboven geldt eigenlijk meer voor verzadiging. Hoe meer eiwit je binnenkrijgt, hoe minder van dat andere, van vetten en koolhydraten, je binnen hoeft te krijgen. Nou, we gaan het gewoon even uitrekenen. Als ik mezelf even als voorbeeld neem. Ik weeg zeg maar 74 kilo. Doe ik maal 2,3 keer 2,3 is. Pak ik even mijn telefoon erbij voor de rekenmachine. Want dan kun je gewoon prima uitrekenen natuurlijk. Dan zeg ik 74 keer 2,3 is 170,2. 170 gram eiwit. Heb ik nodig per dag. En dat kun je natuurlijk gewoon uit je voeding halen. En als je het niet uit je voeding kunt halen, als je te weinig uit je voeding haalt, kun je het altijd aanvullen met bijvoorbeeld een eiwitshake. 170 gram eiwit. Dan ga je de vetten berekenen. Vet reken je meestal uit bij behulp van een percentage. Dat zit meestal tussen de 20 en de 30% van je intake, van je caloriebehoefte, wat we vorige keer hebben uitgerekend, bestaat uit vet. Stel, ik weet even niet meer waar mijn vorige caloriebehoefte op zat, maar stel dat dat 2600 was. 2600 calorieën per dag. Om te zijn en te blijven wie ik nu ben. Dat is mijn onderhoud, zoals je dat dan noemt. Nou, hou je nou van vettig eten of juist niet? Hou je meer van koolhydraatrijk voedsel, dus vet eten bijvoorbeeld, vis, noten, dat soort dingen? Of hou je meer van de pasta's en het brood en noem maar op? Aan de hand daarvan kan je het uitrekenen. Nou, laten we precies in het midden gaan zitten. Vet tussen de 20 en 30%. Laten we gewoon 25% pakken. Oké, 25%. Van 2600 is, dus zo'n 2600 delen door 4 dan, hè. Mijn rekenmachine weer tevoorschijn halen. 2600 gedeeld door 4 is 650 calorieën. Oké, nu hebben we de eiwitten en de vetten bepaald. Nu kun je dus de koolhydraten bepalen, want dat is gewoon de rest. Alleen, nu hebben we nog een uitdaging. Hier heb je het over gram en hier heb je het over calorieën. Dat moet je dus om gaan rekenen. Nou, eiwit en koolhydraten. Eiwit, koolhydraten doe ik even zo, KH. Zijn allebei 4 calorieën per gram. Vet is 9 calorieën per gram. Vandaar dat je van vet ook altijd wat minder binnen moet krijgen qua grammen. Oké, dus dit om te rekenen naar calorieën, doen we dus 170 keer 4. Rekenmachine er even erbij pakken. Of is dat 680 of zo, denk ik.
170 maal 4 is 680. Dit is dus 680 calorieën. En ik schrijf het zo, hè? Even terugkomend op het woordje calorieën. Ik schrijf het zo, met C-A-L, hoofdletter C, is hetzelfde als dit, allemaal kleine letters. Ja, de hoofdletter C staat voor 1000 en deze K staat ook voor 1000. Oké, dan kunnen we het totaal van koolhydraten gaan uitrekenen. Dan ga ik even een stukje naar beneden. Dan doen we dus mijn onderhoud 2600 min 680 min 650 is, even uitrekenen, 2600 min 680 min 650 is 1270 calorieën aan koolhydraten. Ja? Dus hier komt 680 calorieën, hier komt 650 calorieën en hier komen 1270 calorieën. Als het goed is, zit 2600 bij elkaar. Oké, en nu weet je dus hoeveel calorieën je nodig hebt per macronutriënt. Ja? Dat kun je bijhouden in een app als MyFitnessPal, zoals ik vorige keer ook al zei. Probeer dit bij te houden om zo je gewicht onder controle te houden. Dan gaan we het volgende keer hebben over hoeveel moet je nou eronder zitten of erboven zitten als je wil afvallen of juist wil aankomen. Ja? Mijn naam is Martin Kokken vanuit de Gym Houten voor Bodyproof Calisthenics. Succes met dit verhaal proberen te implementeren en ik spreek je de volgende keer weer.